Hallo en welkom bij deze scheikundeles. In deze les ga ik het met jullie hebben over synthese en ontleding van synthetische stoffen. Synthetische stoffen zijn gemaakt. Synthese betekent gewoon maken. Dat zijn de stoffen die niet van natuurlijke oorsprong zijn. En dat is kunststof. Kunststof wordt natuurlijk veel gemaakt van olie, dat is wel organisch, maar kunststoffen komen er natuurlijk niet in de natuur voor. Stoffen die in de natuur voorkomen, bijvoorbeeld katoen of wol, kun je kleren van maken, maar tegenwoordig worden ook heel veel kleding gemaakt, wordt gebruik gemaakt van acryl. En dat is natuurlijk wel weer een kunststof. Een ander voorbeeld wat natuurlijk heel bekend is, is polyethyleen, oftewel PET, waar je flessen of plastic zakjes van kunt maken. In het Engels polyethylene, dat is ook de term die in ons boek wordt gebruikt. En polyethyleen, ethene weten we, dubbele binding, Et betekent 2, dus C2H4 met een dubbele binding tussen de koolstoffen. Nou, die zie je hier niet terug. Nee, want die is verbroken en is een binding aangegaan met een andere ethene. En zo kan ik van een monomer naar een polymer. Nou, dan gaan we eens even verder naar kijken. Poly betekent gewoon veel. Mono betekent 1. Van monomer naar polymer is polymerisatie. Oftewel van ethene, C2H4 met een dubbele binding, naar polyethene. De dubbele binding gaat open en die zorgt voor verbinding met de andere moleculen. En dat zien we hier terug. We zien drie moleculen ethene en vervolgens zien we die met elkaar verbonden. En tussen de rode stippellijntjes zie je het monomer. Producten maken van polymeren. Nou, van polyethene kun je flessen maken. Je maakt het spul warm en je drukt het in een mal of je spuit het in een mal, dan heb je spuitgieten. Polyethyleen wordt in een mal gespoten en je koelt hem af en je hebt een product, je hebt een fles bijvoorbeeld. En als je het verwarmt, dan wordt het spul weer zacht. Dat noemen we een thermoplast. We hebben ook thermoharders. Dan kun je tijdens het productieproces in een mal kun je een harder toevoegen. Dit product kun je niet weer verwarmen en dan vervormen. Nee, als je dit product verwarmt, dan gaat het waarschijnlijk kapot. Dat heeft een oorzaak, kom ik straks op terug. Bioplastics dan. Er zijn plastics die zijn gebaseerd op ethene, wat van organische oorsprong is, ja, en niet van olie afkomt, maar bijvoorbeeld van stro of van maïsafval. Daar kun je er prima van maken. Dan heb je een bio-based synthetic polymer, niet gemaakt van olie, dus duurzaam. Maar dat is nog steeds niet biologisch afbreekbaar. Als we het over bioplastics hebben, dan hebben we het over biologisch afbreekbare plastics. En dan hebben we het bijvoorbeeld over polymelkzuur. En onderaan de pagina zie je de twee monomeren en vervolgens ook het polymer. En dat wordt bijvoorbeeld gebruikt voor afvalzakken in groene containers. Linksdraaiend, rechtsdraaiend melkzuur, het zijn optische isomeren. Je ziet dat de OH-groep hier aan de linkerkant zit en hier aan de rechterkant. Het zijn isomeren, het zijn precies dezelfde stoffen, reageren op dezelfde manier, maar ze zijn toch verschillend. Daar krijg je in de bovenbouw echt wel uitgebreider over. Daar hebben we de polymerisatiereactie nog een keer van deze twee, van de melkzuren en polymelkzuur. Dan gaan we naar de eigenschappen van polymeren. Dat is de volgende paragraaf. Eigenschappen van polymeren hangt eigenlijk af van drie factoren. A, het soort monomeer. B, lengte van molecuul wat ontstaat. En C, crosslinks, oftewel kruisverbindingen. Nou, we zien op dit plaatje, dat staat ook in je boek, zien we, en ik pak het boek er even bij, want dat is voor mij wat makkelijker te zien. Bovenaan ethene, dan hebben we propeen. Ja, dat kan natuurlijk ook, heeft ook een dubbele binding en dan krijg je polypropyleen. Gebruikt om flessen van te maken of draden, maar ook voor medische toepassingen. Bijvoorbeeld tubing, die bij mensen die worden opgenomen met coronavirus, die krijgen een buisje in de luchtpijp gemaakt van polypropyleen. Chloorethene. Als je dat een polymeer van maakt, dan krijg je PVC. En dat ken je wel, want dat is die grijze regenpijp
of afvoerbuis. Styreen wordt het genoemd in ons boek. Ik zie steeds een dubbele binding, maar in dit geval zie ik er een fenolring aan zitten. Polystyreen, oftewel piepschuim. Acrylonitril met een stikstof daarin, waarbij je dus draden kunt maken. Bijvoorbeeld om buiten tapijten wordt hier als voorbeeld genoemd, maar ook kunstgras. En de laatste, isopreen, is een molecuul met twee dubbele bindingen. Polyisopreen, waar rubber van wordt gemaakt. En rubber, dat is natuurlijk elastisch naar alle kanten, die zorgt natuurlijk ook voor heel veel crosslinks. Want kun je deze dubbele binding gebruiken om moleculen aan elkaar te binden, zou deze dubbele binding, die kan dan gebruikt worden om de verschillende moleculen die zijn ontstaan aan elkaar te binden. En dan heb ik al een beetje de crosslinks ook al een beetje erbij te pakken. Gaan we naar de volgende. Eigenschappen van polymeren over de lengte en over de crosslinks. We gaan eerst even kijken naar de lengte. Hoe groter het molecuul, hoe groter de van der Waals krachten en hoe hoger het smeltpunt. En ik kan ook de richting van de moleculen kan ik beïnvloeden door de boel warm te maken en het vervolgens te rekken. Gaan de moleculen in dezelfde richting liggen en krijg ik oersterke draden. En vervolgens de crosslinks. Dat zijn de zogenaamde thermoharders. Er ontstaat eigenlijk één heel groot molecuul. En die, ja, de lange moleculen, de lange draden die zijn ontstaan, die worden eigenlijk onderling verbonden. Dat kun je zien. Het plaatje komt gewoon uit ons boek. Er worden zwavelbruggen bijvoorbeeld tussen gebouwd. Daar kom ik nog op terug zo. Dat is inderdaad bij toeval ontdekt. Dat was Charles Goodyear. Dat is trouwens niet de bandenfabrikant. Die bandenfabriek die is naar hem genoemd. Per ongeluk ontdekt. Er waren wel veel proeven gedaan al om het rubber harder te maken. Het natuurrubber wat werd gebruikt, nou, dat kun je een beetje vergelijken met de binnenband van je fiets. En als je dat gaat verhitten met toevoeging van wat zwavel, dan wordt het veel harder, slijtvaster en dan krijg je de buitenband van je fiets. Er wordt gezegd dat hij bij toeval dat ontdekte doordat hij morste op zijn kachel. Hij had natuurrubber wel verwarmd, dat was heel zacht, dat was bijna vloeibaar. En dat drupte op zijn kachel en dat werd in één keer een veel hardere substantie, nog steeds flexibel. Nou, daar komt het woord vulkaniseren ook vandaan. In een vulkaan komt natuurlijk heel veel zwaveldamp vrij. En er worden in rubber worden zwavelbruggen aangemaakt, waardoor die grote moleculen, die grote polymeren aan elkaar vastzitten en dus eigenlijk één heel groot molecuul vormen. Nou, hoe sterk is een stof? Hoe sterk is rubber dan? Nou, rubber, weet je, als je je binnenband van je fiets beetpakt, die kun je wel uitrekken. Buitenband van je fiets, dat lukt bijna niet. Hij is wel flexibel, je kunt hem wel dubbelvouwen zo, zonder dat het breekt. Ik heb dit grafiekje gewoon uit ons boek gehaald. Dit is een rekgrafiek, een stress diagram. Als je begint, geen kracht, en hier kracht, en dit tot punt A, dan heb ik een elastische vorming. Als ik niet verder ga dan dit punt, en ik laat weer los, hier zit de kracht op de y-as. Als ik die kracht nou niet groter maak, dan heb ik een elastische vorming en gaat die terug naar zijn oorspronkelijke staat. Tussen A en B, dan krijg ik een plastische vervorming. En B is dan het sterkste punt, want na B zie je al, ja, die kracht die neemt alweer af. En ik zie hier ook wat gebeuren, het wordt dunner en uiteindelijk bij C breekt het. Dus heb ik een breuk. Dus tussen B en C wordt het verzwakt en C, dat is je breekpunt. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Je wilt natuurlijk dat vooral dat gebied A zo groot mogelijk is. En nou, als het een beetje kan dat er bij B ook nog wat is. Maar als je een elastiek te ver uitrekt,
Dat kan heel eind uitrekken, maar op een gegeven moment, als je te ver uitrekt, dan wil die niet weer terug. Daar zullen de meiden ook wel ervaring mee hebben. Als je lang haar in een staart doet en je rekt dat haar elastiek wat te ver uit, dan wil dat niet meer. Dan moet je weer 10 keer omheen in plaats van 5 keer omheen. Dan schaf je hem af en dan koop je nieuwe, bijvoorbeeld. Eén voorbeeld van eigenlijk de eerste kunststof, dat is bakeliet. Dat is door Leo Baekeland, dat was een Belgisch-Amerikaan, ontdekt in 1907. Zijn polymeer van fenol en formaldehyde, dat zien we hier. Fenol, dat is die ring met die OH-groep. En formaldehyde, dat is deze. En als je dat gaat polymeriseren, en dan heb ik hier een condensatiereactie, want er wordt water afgestoten. Dus dat water dat verdampt en dat condenseert later weer wel. En ik krijg mijn bakeliet. Bakeliet is een thermoharde, dat kun je zien aan dit molecuul. Het is aan alle kanten zit het aan elkaar vast. Het is eigenlijk een beetje driedimensionaal getekend. Want je ziet hier, dat is ook een sensorring, maar die zit eigenlijk de andere kant op gericht. En je ziet het eigenlijk al dat het een driedimensionale structuur is. Het is dus een thermoharder. En bakeliet is niet heel erg sterk. Bakeliet heeft zelfs slechts een rek van 0,025% en dan breekt het gelijk. Dus dat kan ik maar een heel klein beetje buigen en dan breekt het al vrij snel. Het is wel keihard, het werd heel veel gebruikt, wordt natuurlijk nu helemaal niet meer gebruikt. Er zijn andere kunststoffen die lichter zijn en net zo sterk, maar bakeliet was begin vorige eeuw, vanaf 1910 werd het in productie genomen. Werden er bijvoorbeeld schakelmateriaal van gemaakt. In oude huizen kun je die dingen nog zien met van die ronddraaiende knoppen. En meestal is het zwart of van die ouderwetse zwarte telefoons. Heel zwaar spul, heel sterk. Maar als het valt, dan breekt het heel snel. Een van de voordelen van bakeliet is dat het natuurlijk, het is een isolator. Elektriciteit gaat er niet doorheen. Dus dat was een heel groot voordeel daarvan. Boven, want wat gebruikten ze voor die tijd voor elektrische dingen, ja, voor elektrische apparaten. Er zat toch altijd heel veel metalen in. We gaan even verder kijken naar natuurlijke polymeren. Natuurlijke polymeren, ik noem er even drie, zetmeel, cellulose en chitine. En dat zijn allemaal polymeren van glucose die in de natuur voorkomen. Zetmeel kunnen wij verteren, cellulose kunnen we niet verteren. En chitine, volgens mij lukt dat ook wel. Want je kunt prima insecten eten, want de insectenhuid die bestaat uit chitine. Hoe zit dat dan? Waarom zijn dat toch verschillende stoffen? Nou, zetmeel en cellulose die zijn net op een andere manier aan elkaar verbonden, met verschillende plaatsen van in het molecuul aan elkaar verbonden. En chitine is nog weer een klein beetje anders, waardoor we zetmeel wel kunnen verteren, maar cellulose niet. En chitine waarschijnlijk dus ook wel. Ook daar krijg je in de bovenbouw uitgebreider uitleg over. Het past ook heel goed bij biologie. Dit is natuurlijk biochemie. Hè, dit. Dan nog een klein stukje over composietmaterialen. Composiet, er zit het woord compositie in. Compositie betekent natuurlijk samenstelling. Het is samengesteld uit verschillende materialen. Een hele bekende die heel veel wordt gebruikt is fiberglas. Nog een andere die misschien nog wel meer wordt gebruikt is beton. Beton, maar meneer, dat is toch gewoon steen? Nee, beton is niet zomaar steen. Daar zit verschillende dingen in. Daar zit cement in, daar zit zand in, daar zit water in en daar zit soms ook nog wel kiezelstenen in. En als je dat vervolgens laat uitharden en het is echt een chemische reactie, want het wordt warm, het is een exotherme reactie, dan is dat keihard. En dat is met fiberglas ook zo. Fiberglas bestaat uit glasvezels met een kunsthars. En als die kunsthars is uitgehard, dan is dat sterker dan alleen de uitgeharde kunsthars. Want dat is altijd bij een composiet het geval. Het geheel is sterker dan de afzonderlijke materialen. Als ik bij beton bijvoorbeeld, als ik alleen cement zou nemen, dat is wel sterk, maar het is vrij
bros en dat breek ik weer af. Maar bij beton kan dat niet, omdat die andere stoffen daarbij in zitten. Een composiet waarbij een kunsthars zit, wordt altijd, er zijn minstens drie dingen die erin zitten. Je ziet op het plaatje iemand bezig met glasvezel. En een kunsthars, die kunsthars bestaat uit twee delen, namelijk het resin en de harder. En die harder die zorgt ervoor dat je inderdaad de crosslinks krijgt, waardoor je één heel groot molecuul krijgt. Nou, dat was het voor dit moment. Bedankt voor je aandacht en tot een volgende keer. Doei!